Maar goed, mocht je er zelf wel zijn op 3. Ja. Zo. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Vandaag gaan we het hebben over Capcom, die zijn prijzenpot flink verhoogd, is DreamHack Bucharest geweest en is er een shoutcaster die erg veel dirt heeft over Riot. Nou Marcel, leuk je weer te verwelkomen hier in de Games at Studios. Ja, altijd leuk om hier weer te zijn, Petra. Jullie op de hoogte te houden van het laatste eSports nieuws. Ja, we beginnen met de World Series. Inderdaad, ja, want League of Legends, de World groepsfases zijn bekend. Ze komen nu in beeld. Ik heb heel veel vertrouwen in Amerikaanse teams, in tegenstelling tot vorig jaar. Toen was ik vooral voor Fnatic. En nu is het gewoon, ik denk dat de Amerikaanse teams toch wel redelijk goed gekomen. En misschien, mogelijk, hopelijk, de Aziaten een keer gaan verslaan. Dat hopen we, want jij, Fnatic zit er niet in en de Games of Rebels zitten er niet nee, in. Nee, dus eigenlijk hoef ik niet eens te kijken, nee. Maar toch voor de sake of het e-sports nieuws doe ik toch maar een beetje verslag van World. Wanneer is dit? 30 september begint het. Dus anderhalve week. Ja, nou leuk, hebben we weer wat om te kijken. Precies. Tof. Nou, daarnaast kan ik alvast mededelen dat Steelback, de ADC-kering van Team Rocket, die is er vertrokken. Kreeg er geen zin meer in. Ja, want ze zijn ook niet door, hè? Die zijn gedegradeerd zelfs, ja. Dus league lager gezet. Mm-hmm. Steelback noemde zichzelf de beste AD carry van Europe. En toen hij dat gezegd had, was hij ook meteen uit zijn team vertrokken. Maar het is niet gek, want alle League of Legends spelers zijn toch een beetje arrogant? Ah, een beetje. Vooral de team-eigenaren die zeggen, die altijd zeggen van, oh, we zijn de beste. Ja. Nee, maar ook spelers wel, toch? Ja, en dan vervolgens niks presteren. Ja, precies. Hashtag Rebels. Hashtag Rebels, ja. too close. Ja, ja, ja. Daarnaast is er nog redelijk, ja, het is een beetje sappig. Ik voel me een beetje King Alert, zeg maar, als ik het zo ga vertellen. Oh, wat vet. Ja, maar, wat zeg je? Die houdt wel iets meer van een carbonaatje dan jij. Ja, dat is nou. Ik kan ook wel erg van, maar godsamme, die kan wel een paar achter kiezen krijgen. Ja. Wat is er gebeurd? Monte Cristo, een shoutcaster bij League of Legends, die heeft al een tijdje lang ruzie met Riot. Inmiddels is Riot niet meer zijn werkgever. Hij had zijn team samengesteld, die moest hij verkopen, daar werd hij van geband. Hij mocht bepaalde series mocht hij niet shoutcasten en daar mocht hij dus ook niet deelnemen aan Worlds. Terwijl hij wel een van de beste Aziatische shoutcasters is, in ieder geval een shoutcaster is over Azië. Ja. Dus hij is op vakantie momenteel en hij heeft aangegeven dat hij zodra hij terug is een aantal vlogs zou maken over zijn ervaring met Riot. Hoe het er allemaal naartoe gaat. En, het is wel raar, het houdt niet meer zijn problemen zo binnen deurs. Want eerst was het met die sponsors gezeik. En nu met een shoutcast. Dat heeft ook met hem te maken, zeg maar. Hij was degene die dat aangekaart heeft. En hij heeft ook gezegd dat er een cultuur binnen Riot heerst. Dat ze juist teams waarbij ze heel erg goed bevriend zijn, dat doen ze allemaal positief en leuk. En die mogen alles. En teams die ze dus minder vinden, die proberen ze zo snel mogelijk eruit te werken, zegt hij. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn vlogs. Ja, ik ook. Ik vind het dat leuk. Een beetje dirt, dat mag. Ja, nou, dat komt, er zit heel wat aan te komen inderdaad, ja. Dus okay. We kijken er naar uit. Tof. We gaan naar CSGO. Yes, want DreamHack Bucharest is gespeeld en Team Envious, Virtus Pro. Virtus Pro, ja. Virtus Pro heeft gewonnen. Virtus Pro inderdaad, ja. Oh, kom ik weer bij Envious. Oh, ja, vorige week hebben we het daarover. Ja, oké. Okay. Virtus Pro die heeft inderdaad gewonnen ten koste van Cloud9. Ze hebben redelijk overtuigend gewonnen. Het was een toffe game om naar te kijken en ze hebben bij elkaar wel geteld $50,000 verdiend. Leuk. Cloud9 liep weg met een schamele $20,000. Nee, daar kun je de onkosten net van betalen. Ja, precies. Want dit was Bucharest. Dat is Bucharest. Bucharest ook goedkoop, hè? Als een casino ook zo meteen douwen. Ja. Lekker die maffia. Oh. Oké. Dan gaan we naar Hearthstone. De game waar Gamers het inmiddels fan van is. Ik ben een groot Hearthstone speler dankzij onze shoutcaster Michael. Inderdaad, die dat fantastisch heeft gedaan. Dus Hearthstone, vertel. Ik wil ook alles weten. Het was ook bij Bucharest. Er was een CSGO-toernooi en een Hearthstone-toernooi. Ja, en dat deed Nederlander mee. Ja, Thijs en Nel, inderdaad. Thijsie. Ja. Die lag er helaas wel al redelijk snel uit. Hij had een counter-shaman-deck gemaakt. Alleen, hij was niet counterachtig genoeg, want hij werd gerekt door een shaman. Oh, echt door een shaman? Ja, dus helaas. Anti-shaman-deck heeft niet gewerkt. Oké, jammer. Maar goed, leuk dat hij zo ver is gekomen. Nou ja, precies dat hij mee mocht doen. Hij was niet heel ver gekomen met dit toernooi, maar precies. Leuk dat hij het in ieder geval nog steeds doet. Hij had, in juni heeft hij nog $25,000 verdiend met Hearthstone. Dus dan kan je steeds lekker. Ja, precies, waar gaat het over? DreamHack Bucharest werd gewonnen door Tessin en hij won daarmee $8,000. Wisselgeld. Voor succes. Wisselgeld. Ja. Oké, jij weet niet hoe het werkt bij Games, ik merk. Nee, dan Street Fighter. Yes, want Capcom heeft aangekondigd dat ze al €90,000 extra geld hebben opgehaald. Opgehaald? Of ja, hoe zeg ik het goed? Ja, opgehaald. Nee, opgehaald. Voor een toernooi, voor de Capcom Pro Tour. Maar dat is gewoon dat ze meer geld erin stoppen? Nee, dit is gecrowdfund. Echt? Dus het is vanwege de fans hebben dit voor elkaar gekregen. Wat vet! Want de prijzen met Street Fighter en andere fighting toernoois waren nooit zo heel erg groot.
En deze keer hebben ze gezegd van nee, we willen een crowdfunding doen. Ze hebben DLC uitgebracht waarvan 30% naar e-sports gaat. En jongens, geloof het of niet, maar ik krijg een Pokémon. Je vangt nu een Pokémon. Ik moet hem even vangen. Kijk, zie je? Kijk, daar gaat hij dan. 1, 2, 3. Nee, hij is snapt. En dan wordt hij groen als je hem wel hebt. Dan wordt hij alle kleurtjes van de regenboog. Hij snapt, ik wil hem niet eens. Oké. Haat Pokémon. Je weet helemaal niet welke het was, maar goed, maar niet uit. Oké, nu hebben ze een prijspot van 250.000 euro. Nou ja, daar gaan ze, dat is de goal, zeg maar. Daar gaan ze naartoe. Ze zitten volgens mij nou op 130 of zo, of 140. Dus maar voor het toernooi is pas in december, 5 december. Ja. Dus dat zit er nog wel. Dat gaat wel lukken, denk ik. Nou, leuk. Vind gewoon goed dat ze. Kijk, Capcom is natuurlijk niet zo'n grote reus als andere partijen. Nee, als CSGO of een Valve of een Riot inderdaad, ja. Of een Blizzard. Of een Blizzard, ja. Dus het is goed dat ze dat op die manier doen. Hartstikke gaaf. Dan hebben we nog natuurlijk volgende week. Want wat gaan we volgende week... Volgende week gaan we het hebben over de reality. Want wij gaan spelen. Ja, we gaan spelen op de reality. Ik moet wel even zeggen, een klein dingetje, de shirts zijn nog niet af. En er is nooit wat daardoor nog niet af is, wat echt super vet gaat worden. Ja, weet je, het wordt een mooie opstap naar het echte. We gaan nog even kijken. Dus we gaan oefenen nog. Proeven van de sfeer. Kijken hoe we die mensen gek kunnen maken met onze klapperhandjes. Ja, die zijn ook nog niet. Mocht je het zelf wel zijn, wij staan er ook met de tuk-tuk, Marcel en ik. Dus kom gezellig langs. En Koen is er volgens mij ook. En Koen is er natuurlijk. Nou. Goed. En wat gaan we nu verder op? Daarnaast is er. Daarnaast gaan we dus 30 september is Worlds. Dat duurt nog anderhalve week. Ik ga bijna naar ESL One in New York. Ja, ben je volgende week? Ook over anderhalve. Volgende week ben ik er nog net. Oh, nog net. Het geluk. Oké. Okay. Het geluk. Ik ga het e-sports nieuws nog gewoon doen. En we gaan kijken naar de Street Fighter EGX. Is dan bezig. Die begint morgen, 22 september. Ja. Of overmorgen trouwens is dat. En je kijkt het op woensdag. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dan morgen. Morgen. Dan is het morgen. Is morgen. En we gaan kijken naar een Overwatch toernooi. Want die gaat ook beginnen. Leuk, is dat een groot toernooi? Ja, dus voor Europa en Amerika die beginnen dan. En de week erna is de soort Worlds, maar dan met Europa en Amerika. Wat leuk! Flinke prijzenpot, $170.000 zo even uit mijn hoofd. Die trouwens overigens geshoutcast gaat worden door Monte Cristo. De gast die Riot niet meer wil, die zei, nou, zak er dan maar in en ik ga lekker Overwatch casten. Leuk. Ik hou van die dirt. Ja, leuk voor Overwatch. Top. Precies. Jongens, bedankt voor het kijken deze week. Volgende week zijn we terug met al deze dingen die dan gebeurd zijn. En met natuurlijk wat de Rebels hebben gedaan op Reality. Je hoort het volgende week in het e-sports nieuws. Tot dan. Tot dan. Tot is niet tot koppersan. Tot koppersan. Tot koppersan, hè? Koppersan.